We hebben... Wat hebben we? Ja. Ja, we zijn bold geweest. Brutaal. Hongerig? Ik ook. Alleen maar een koekje opeten. We gaan naar de IKEA. We gaan naar de IKEA. Dat kind daar. Eng. Dat moet ook zo lekker zijn. Ja. Die kast is al leuk. Ik wil ook planten. Dit vind ik ook leuk. Jullie moeten ook even voelen of je hier aan kan werken. Het zit wel lekker. Auw. Oh, kijk. Kijk dan. Ja, een beetje weer lekker. Mooi. Dit is een leuke tafel. Heel leuk. Ik vind deze... Ja, vind jij dat vet? Ik wil van die bankjes hebben. Deze lampen. Oh, Rowan, de lampen. Lampen. Picture lamp. Pixar. Nee. Ach nee. Beetje oud, bollig. Dit is echt helemaal wat ik wil. Ik wil namelijk altijd zo'n hele lekker zitten. Echt? Ja, echt. Oh, Rowan's huis is ineens helemaal gothic. Nee. Did not expect. Niet de kleur. Ja, ja. Dit ziet er grappig uit. Je hebt allemaal boeken achter jou. Nerd. Oh, zo zie ik eruit vandaag. Dat vind ik zo leuk. Dan kun je echt lekker chillen, ja. Kun je echt chillen. Sorry. Dit is mam, dit is wel echt tof. Mam, stel dit heb je met dvd's. Nou, dit vind ik echt, dit is helemaal mijn ding. Met dvd's. Dat is zo cool. Billy, we want you. Not my love. Billy. 700 euro. Nou, is het echt alles? Of is dat ook weer in delen? Beetje genaaid. Ik denk twee Billy's. Ja, verdomme. En dan moet je ook nog die hebben apart. Want dat hoort er niet eens bij. Ik vind het wel tof. Als deze bank ook mooi vindt. Dan ik deze mee. Samen. Playing a dangerous game. Oh. Werd bevestigd. Een hoekbank, ja. Ja, dat vind ik ook. Zo'n hoekbankje. Zo gaat het wel fout. Hier gaat het wel fout. Dat is niet mooi. Neem hem dan wel in een andere kleur. Geel, heftig. Ja, doen we hem in deze kleur. Maar hij is een simpele man. Het moet alleen maar blauw, nee, donker. Deze. Alle kleuren zijn goed. Als dat is ook wel mooi. Of die. Alle kleuren zijn goed, maar... Kast, dit is echt fantastisch. Nou man, ik ga ook uit huis. Wow, dit is ook leuk. Die schrijft was best wel lief. Lief. Oh, chill. Oh, je mancave. Betaal je lekker zelf toe. Dit is echt ook leuk, dat je zo schuin met je hoofd staat. Ja, mensen zitten wel zo. Ja. Oh, dat is leuk voor je jewel box. Waar haal je dat vandaan? Stop. Ik wil dit. Ruimte. Ja, maar dit vind ik leuker. Want hier kan je daar nog dingen kwijt. Je kan daar en je kan hier. Los. Dat kan je daar ook gewoon achter zetten. Oké, jongens, het is donderdag 13 september. En ik ga naar een ethos evenementje. En ik weet niet of ik mag filmen, maar we gaan het gewoon kijken. Maar ik ben benieuwd, dus... Het ziet er echt heel erg fancy uit. Oh, wow. I'm gonna try. Rechts is zonder, links is met alcohol. Oh, oké. Nou, dan why not? Spannend. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten van dit. Hallo. 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 Hallo.
Hallo jongens, ik ben namelijk Esmee. Hoi. Surprise. Dat hadden we niet verwacht. Nee. Maar ik vroeg al best wel lang. Alleen ik heb jou nog nooit in persoon gezien. Dat is echt waar. Volgens mij. Nou, leuk. Super high school-achtige vibe. Dat is waar ik aan dacht. En toen heb ik dit eigenlijk als een soort inspiratie genomen. Vooral ook visueel. En dat ik dacht, hoe tof is het als wij voor deze serie dat burnboek in een nieuw jasje gooien. Dus toen heb ik dat dus als uitgangspunt genomen. En toen heb ik gekeken, oké, wat komt daarin voor qua design-elementen. En toen kwam ik er dus al snel achter dat het eigenlijk allemaal analoog is gemaakt. Dus het is allemaal geschreven, het is gescheurd, het is geplakt. Dus toen dacht ik, weg met die laptop. Letterlijk op de grond gaan zitten. Ik heb papiertjes neergelegd en ik dacht, oké, het moet sowieso gossip heten. Dus toen heb ik dit gemaakt. Het is net op een klappapiertje, wat ik gewoon ergens zag liggen. En ik dacht, ik heb dit nu in mijn hoofd, ik moet dit nu gaan tekenen. Dus dit is dan ook uiteindelijk het logo geworden. Op deze manier zie je dat dan terug. En dit is dus letterlijk wat ik hier heb liggen. Maar dan heb je dus wel iets super origineels, wat niemand anders heeft. Dus, nu dacht ik, wat misschien leuk is om te doen, is om dit nu ook met jullie te gaan doen. So much stuff. Ja, die vloer is alleen maar leuk. Mogen we ook niet alles knippen en zo? Alles. Echt alles. Dat is zo zonde. Nee joh, ga los, ga los. Allemaal. Allemaal. Ze zijn allemaal mooi. Oh, thanks. Precies, die wilde ik ook pakken. Ja, sorry. Drie stemmen. Ja, drie toch? Ja, wat is dat meisje is niet zo mooi getekend. Mijn meisje. Nee, mijn meisje. Oh. Het is vandaag de 15e september. Wat gaan we doen? We gaan reorganiseren in het huis. Okay. Dus op naar IKEA. Misschien kunnen we bij IKEA nog wel korting scoren nou. Ik hoef niks meer te zeggen. Mijn mama heeft het allemaal gezegd. Sorry, ik heb de intro gedaan. Ja. En we gaan twee kasten halen voor mij en zus, want we hebben te veel kleding. En maar één kast. Nou ja, twee. Ja, nou. In ieder geval, ik ben benieuwd. Hè, Rowan? Dan weer een kast en dan kunnen we opruimen en dan gaat de kast van de woonkamer naar de keuken, dan kunnen we daar weer opruimen. En dan gaat er ook nog een kast van de slaapkamer naar mijn slaapkamer, dan kan ik daar ook nog. Nou, gaan we opgeruimd zijn of zijn we al opgeruimd? Zonder Ben dit keer, zonder mijn boyfriend ook. What a single. Duurt knijters lang? Duurt lang. Super lang. Weer dat kind. Dat zijn we weer. Rowan, Rowan. Het zou heel raar zijn als je nu je haar zwart zou verven, mam. Als je dan weer helemaal zwart haar hebt. Nee, dat doe ik niet. Oké, en dan heb je dus. Is toch top? Jongens, we hebben. Wat hebben we? Ja. Ja, we zijn bold geweest. Brutaal. En we hebben twee kasten. En we hebben twee kasten. Yeah. En die komen morgen al binnen, dus dat is cool. En dan kunnen we het nog niet aan elkaar zetten. Gaan we. Ja, misschien wel. Zijn we weer, letterlijk, alweer. Little guy for Cooper. Oh, ja. Ah, wat fijn, hè? Dat is iets langer geworden dan twee minuten. Hier, kom. Een nieuwe. Oh. Jezus, zus. Yeah, ja, kijk nou. Ja. Even los. Oh,
hebben. Los! Oh nee. Gaat hij dood? Weet het niet. Wel lief doen, hè? Ja! Lief doen! Broertje en papa. Niet stuk maken. Een grote schoonmaak is aan de hand. Hier stond een kast. En Koepertje zit met zijn neus. Cute, how cute is that? Ja, ik kan het proberen. Ja, nee, maar ik dacht als hij hier tegenaan past, dan is het wel leuk. Maar ik denk dat dit dan wel beter is. Heftig. Dat wel. Maar... Ja, dat kan toch? Ja. Ja, hier piepen mijn billen onderuit. Oh, dit was nog wel een kwestie van, weet ik het? Oh ja. Ik weet niet of je deze wel kan verkopen. Op, ja. Ja, ik ga het niet meer aandoen, denk ik, maar nee, wel verkopen. Toen had ik nog een potje. Slim, hè? De nieuwe kasten. Spannend. Ja, zeker. Ja, ik vind het nou ook wel weer de god. Dan moet je het ook wel weer doen. Het zou wel fijn zijn als Ben een beetje wil helpen. Oh, moet je niet op? Oké, dus we hebben gisteren besteld, gekocht. En vandaag geleverd op een zondag door twee hele aardige gasten. Alles staat er. Ik heb net dit opgeruimd allemaal, want hier staat normaal... Nou, dat is helemaal geen stuk, toch? Normaal staat hier het rek met onze kleding en dan natuurlijk onze oude kast. En een paar dozen. That's gone. Ik ben een soort van alles aan het inbouwen. Met Rowan's spullen, maar ook van mij een beetje. En hier zit ook een beetje van Rowan en mijn koffers met kleding. En dan gaan we dit nog opruimen. Kan ik hier slapen? Oké, Tijgertje ligt hier even. De kleding. Cooper slaapt hier nog. Haha. En dus de oude kledingkast staat nu hier. Met de dvd's. En dingetjes en tassen en laptops en zo. Oké, jongens, voordat ik te erg afgeleid raak. Het is eigenlijk nog 14 graden, maar ik denk dat ik wel deze jas gewoon lekker aanhaal. Want ik heb hem gekregen van mijn zus, want die hoeft hem niet meer. Daar ging moortjes. Ik ga vandaag even naar de Ethos. Nieuwe dingetjes halen. En een pakketje brengen. Want iemand heeft mij verlost van mijn broekpak. Dus dat is fijn. Dus dat ga ik nu doen. Oké, jongens, ik was natuurlijk net bij de Ethos en de actie die nu loopt is handdoek besparen. Super handig. Ik heb nu zelf 3 zegeltjes, dus die ga ik opplakken en hopelijk volgende keer kan ik dan een handdoek meenemen. Want voor alle mensen die op zichzelf gaan wonen of gewoon een fijne handdoek nodig hebben, altijd handig. En daarnaast heb ik ook een paar dingen gekocht. Deze. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat werken. Zo'n beauty blender, want die heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik pak ook niet zo vaak make-up, maar toch. En deze. Want ik ben echt fan van dit. Het is niet no spon, maar ik heb deze al heel vaak ontvangen. En deze heb ik nu zelf gekocht, want het is de enige kleur die ik niet heb. Dus ik ben heel benieuwd.